En leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Zultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, hoe is mijn kerstdagen geweest? Nou, de kerst is natuurlijk geweest, jongens. En ja, de twee kerstdagen zijn weer voorbij gevlogen. En vooral als je ontzettend veel te doen hebt. Ja, ik heb wel eens kerstdagen gehad. Dan ja, zat ik 2 dagen zat ik thuis. En ja, het was nu ontzettend druk. Ik heb echt een ontzettende drukke kerst gehad. Ik ben de eerste kerstdag naar mijn tante geweest. Dat was heel erg leuk. Die had ik al een tijd niet meer gezien. Een hele tijd tot niet meer gezien. Ja, ben ik heen geweest. Was hartstikke leuk. En tweede kerstdag ben ik lekker... eerste kerstdag s'avonds hebben we lekker gegourmet. Tweede kerstdag ben ik naar mijn zus en zwager geweest in Vlissingen. Ja, was ook heel erg leuk. Jan die is 60 jaar geworden, mijn zwager. Jan, nog gefeliciteerd nog. Ja, ik heb je al gefeliciteerd natuurlijk, maar nogmaals gefeliciteerd. 60 jaar alweer. En ja, daarna, toen we naar huis gingen, toen zijn we op de terugweg zijn wij nog eventjes naar de Mac geweest. Onderweg, ja, het droevige nieuws dat ja, John Leddy is overleden. Dat hoorden wij op de terugweg toen wij naar huis reden. John Leddy natuurlijk bekend van alle kluchten. En vooral helemaal is hij bekend van, ja, van Zeggens A. Van Koos Dobbelsteen. En zeggen ze, ja, heel erg jammer, weer een icoon uit mijn jeugd verdwenen helaas. Dus dat, dat was eigenlijk een beetje mijn kerst eigenlijk een beetje. Ik heb nu de afgelopen dagen heb ik echt rustig aan gedaan, niet veel gedaan. Ik ga nog een vlog opnemen, dan ga ik het wat meer hebben over GTA 5. Want waarschijnlijk komt er iets terug wat ongeveer, denk wel een jaar geleden of zo opgehouden is. Komt waarschijnlijk weer terug. En daar ga ik jullie in de volgende vlog wat meer over vertellen. Ja, dat is eigenlijk allemaal een beetje hetgene wat allemaal geweest is. Joost die komt als het goed is met Oud en Nieuw. Om Oud en Nieuw te vieren bij me. Hartstikke leuk. Ik ben bezig met Dit Was. Maar het is inmiddels, ja, ik heb nog maar heel weinig dagjes. Ik weet niet of ik het ga redden. Maar jullie hebben in ieder geval nog een Dit Was te goed. Dit was 2022 met alle hoogtepunten van het afgelopen jaar. Wat ik allemaal gedaan heb en zo. Dus ja, een heleboel dingen zijn er nog, ja, komen er nog in ieder geval. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe dat duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op belletje, dan word je op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En ik spreek jullie allemaal, ja, ik spreek jullie allemaal weer bij een volgende vlog. Dit was even een hele kort vlog. Even over hoe de kerst geweest is. En jullie hoorden het er net al. Ze zijn alweer flink aan het knallen hier met vuurwerk. Jongens, groetjes aan deze kant. Tot de volgende. Bye bye. Hoi.